ben Nadja van de panfluitpraktijk en dit is het volgende toonladderfilmpje. Dit keer de toonladder van D groot of D majeur met daarin een vies en een cis. Omdat ik dit speel op een alt- of sopraan panfluit in G, zit de vies er al in. Dus ik hoef alleen rekening te houden met de cis en die zit daar. Een cis speel je op een D-pijpje. De C-pijp doet niet meer mee. En, houd daar dus rekening mee. Je gaat van de B dus met een sprongetje naar een gekantelde D om de cis te spelen. En de D speel je dan op hetzelfde pijpje als de cis, alleen zet je je fluit weer recht. En wat kun je dan doen als je je toonladder van D en de drieklank van D in de verschillende liggingen goed hebt geoefend? Dan wordt muziek spelen makkelijker. Ik heb een feel-good deuntje uitgekozen. Wetende dat heel veel van mijn leerlingen enorm de koren missen, waarmee ze normaal gesproken zingen. Omdat het gewoon nu niet mag in deze bijzondere periode. En ik op zoek was naar een leuk deuntje in D groot. En toen kwam ik bij Zingen maakt blij. Dus dat volgt nu. Alle drie de coupletten, gewoon omdat het kan. De toonladder van D. En de drieklank van D. Dan heb je met de cis niets meer te maken. Dat zijn de tonen D, vies, A en om het af te maken nog een keer de D. En ook deze speel ik over 2 octaven. Je Je kan de drieklank ook gebroken en andere liggingen spelen. En dan klinkt het zo. Wil je jezelf net iets meer bedenktijd geven, dubbel dan na 4 tonen het pijpje waar je op dat moment bent. Dan kan je hoofd het beter bijhouden. Je kent het misschien al van de andere toonladderfilmpjes. Dat was het filmpje over de toonladder van D groot. Bedankt voor het kijken. Heel veel succes met oefenen. Veel plezier ook van het liedje. En wil je me iets vragen? Heb je opmerkingen? Zet het eventueel in de comments hieronder. Je mag ook de volgende toonladder aanvragen. Ik heb al gehad die van C, G, F en D inmiddels. Ik ben zelf van plan om door te gaan met BES, maar dat kan eventueel ook A zijn. Laat maar weten. Je kan me ook vinden op www.panfluitpraktijk.nl of www.panfluitkopen.nl. En via die routes kun je me ook mailen met vragen over panfluit. Tot de volgende keer. Doei!